bijzonders mee aan de hand. Oldtimers, zoals u weet, daar maakt Dre Koens deel van uit als drummer. Verder hebben we dan Willem Herijgers. Die stapt net het podium op. Ik moet eigenlijk eerst de dame noemen. Maar die heeft een andere naam gekregen. Van tevoren heette ze namelijk Leentje van Wortel. Maar nu heet ze Yvette Ducarot. Yvette Ducarot heet ze nou. En hoe komt dat? Omdat ze met een hele bijzondere accordeon gaat spelen. En dat is de eerste keer, dames en heren, even uw attentie daarvoor. De eerste keer in Nederland dat er op een Pierre-Marie accordeon wordt gespeeld. Kijk, daar is hem. De Pierre-Marie. Een waanzinnig accordeon. Die heel populair is in Frankrijk. Dat is de eerste keer dat in Nederland op deze Pierre-Maria wordt gespeeld. Leentje heeft hem geleased. Ik geloof dat het 60 gulden per maand kost, maar dat maakt niet uit alleen. Ze gaan nu 3 nummers spelen en straks komen ze nog een keer terug op verzoek van de collega's om nog een 3-tal nummers te spelen. Wat een schitterend accordeon, hè? Ik bedoel Yvette. Yvette, zet u een treble accordeon, Yvette. Pierre Maria, er zit een geluid in waar de buikspieren zelfs nog plezier van hebben. Pierre Maria, ja, het staat erop, gouden knopjes, helemaal wit, marmer. Heb je al opgeoefend, denk je nog niet? Heb je al opgeoefend? Een beetje. Het lijkt wel een ding misschien. Wel? En jou, Pierre Maria? Mij ook. Ben je geen Pierre Maria, hè? Ook een gewone honig. Honig, of niet? Jouw merk, accordeon? Accordiola. Oh, dat is ook een goede merk, hè. Maar die Pierre Maria, dames en heren, komt een heel bijzonder geluid uit. De eerste keer in Nederland. Even stemmen. Dat is het voordeel van de Pierre Maria, die kun je ook stemmen van tevoren, hè? Oh, we gaan ondertussen loten verkopen met als hoofdprijs een accordeon, weliswaar geen Pierre Maria, maar wel een hele mooie accordeon. Mede dankzij Van Gorp Muziekcentrum hebben wij die prijs kunnen aanbieden en nog wat andere leuke prijzen. Daar gaan we dan. De oldtimers, met een applaus, dames en heren. En Yvette Ducarot met Pierre Maria.